wetgeving. Wij moeten de consumenten beschermen. Dank u, meneer de Mesmaker. Ik steun de voorliggende resolutie. Wetenschappelijk onderzoek, u heeft gelijk, meneer de commissaris, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat te hoge innames van transvetzuren het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verhogen. En hoewel de inname van transvetzuren in de EU in het algemeen vrij laag is, treffen we een bijzonder hoge concentratie aan in bepaalde voedingssoorten. En een doordachte aanpak dringt zich dus op. Ervaringen uit onder andere inderdaad Denemarken, zoals we daarnet hoorden, tonen aan dat een bindende grenswaarde een effectief instrument is. De Deense maatregel heeft een aantoonbaar positief effect op de volksgezondheid zonder een negatieve impact op de voedingssector. Ik vind een grenswaarde ook een realistische maatregel. Het gaat immers niet om nultolerantie. Door een minimum toe te laten, wordt vermeden dat natuurlijke transvetten volledig worden uitgesloten. En ik wil tenslotte nog benadrukken dat een maatregel voor transvetten vanzelfsprekend deel moet uitmaken van een integrale aanpak voor gezonde voeding en compatibel kan zijn met andere afspraken, zoals vrijwillige convenanten. Ik ben ervan overtuigd ook dat een constructieve dialoog met de sector essentieel en nodig is om tot een goed resultaat te komen. Thank you. 1.5 minutes. Mr. Jakovcic, please. Dank u wel. De heer Jakovcic. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet u zeggen. Wetenschap is exact. En dat laat zien dat de transvetten gevaarlijk zijn.